we zeggen altijd wel spring in de diepe, maar dat betekent niet dat je alles ongestructureerd door elkaar moet gaan doen. Focus je eerst op één puntje en ga het daarna uitbreiden. Is veel makkelijker. Hey, welkom bij Upcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we kijken naar trainingsstrategieën. Dit soort video's blijven we sowieso maken, omdat veel mensen toch nog steeds de verkeerde dingen doen. En welke trainingsstrategie past er nou echt bij jou? Dat is wel een belangrijke vraag. Ja. En heel veel mensen doen dat nog steeds, ik zal niet zeggen niet goed, maar te veel door elkaar. En dan het is onduidelijk voor ze. Dan wordt het gewoon een zootje en dan kan je niet meer, dan zie je door de boom het bos niet meer. Goed, we hebben in principe drie hoofdstrategieën. Dat is het swingtraden, scalpen en investeren. Oftewel het holden, het vasthouden van coins. We gaan deze drie stapjes even doorlopen in deze video. Ja, het is gewoon echt belangrijk dat de mensen gewoon van zichzelf bewust zijn. Kies nou gewoon voor één van die drie onderdelen. Het is makkelijker om je te focussen. Als je, zeker als beginner, als je iets wil leren. We zeggen altijd wel spring in de diepe, maar dat betekent niet dat je alles ongestructureerd door elkaar moet gaan doen. Focus je eerst op één puntje en ga het daarna uitbreiden. Is veel makkelijker. Wees gewoon eerlijk en realistisch ook tegenover jezelf. Ja. Je kan wel heel graag een daytrader willen zijn of een scalper, maar als daar geen tijd voor is, ja, dan past dat misschien toch niet heel goed bij jou. Goed. Nee. Het swingtraden. Het swingtraden is eigenlijk voor de mensen die iets minder tijd hebben over het algemeen. Met swingtraden kan je gewoon snel de markt scannen met 4-uur candles, de 4-uurskaart. Dat gaat een stuk makkelijker als fluctuaties op 15 minuten. Dat is toch wat heftiger vaak. Medium trades van redelijke omvang. Je maakt minder trades met swingtraden. Je treedt voornamelijk op levels met normale candles en toevoeging van moving averages, volumeprofielen, RSI, eventueel een Bollinger Band als confirmatie. Maar in de basis is het gewoon traden op levels, op de 4-uurskaart, veel overzicht en rust, denk ik. Swingtraden is gewoon voor mensen die, nou, zeggen, ja, ik vertaal tot het naar een normale situatie. Maar mensen met een baan gewoon die werken, die gewoon een paar trades per week willen meepakken. Van tevoren goed een technische analyse kunnen maken en daarop spelen. Ja. Nee, dat is het ook. Gewoon met overzicht en minder tijd toch lekker die swings kunnen pakken. Ja, zijn meestal gemiddeld iets grotere trades als bijvoorbeeld een scalper. Daar komen we dadelijk bij. Ja. Dat wil ook niet zeggen, als je minder trades maakt, dat je bijvoorbeeld minder geld verdient. Hè? Ja. Dus maar daar komen we dadelijk waarschijnlijk met het scalpen nog even op. Ja, daar gaan we nu naartoe. Het scalpen. Scalpen is dan wel weer in de basis voor mensen die echt veel achter de computer kunnen zitten, veel bij de knoppen. Want een scalpsessie, ja, dan moet je gewoon bij de knoppen zitten. Nee, als jij aan het scalpen bent en je zegt, nou, ik ga even op mijn gemakje douchen, terwijl je net in een trade bent gestapt, dat is niet de manier. Dus meer tijd, snel in- en uitstappen, snel kunnen reageren, de markt scannen op de 4 uur en 15 minuten en 1 minuut. Je confirmatie kan je altijd halen vanaf de 4-uurskaart. Kleine trades van kleine omvang. Meer trades maken, eventueel met een Heikkinen-Asje candle, dat kan ook. En toevoeging van de VWAP en ook het volumeprofiel, de SAR en de Stock RSI. En de VWAP die is hierbij toegevoegd in de plaats van bij het swingtraden, omdat deze werkt alleen maar op lage tijdsframe. Ja. Okay. Weet je wat het is? Het verschil met scope is gewoon wat je al zei, je moet aanwezig zijn. Ja. Het zijn ook hele ander soort trades. Hè. Met een swingtrade, ja, zoek ik een entry in, zoek ik een lange positie. Ja. Met een scalp, als ik 1% winst heb, is genoeg. Ga ik gewoon naar de volgende scalp. Maar een scalp zou wel een swingtrade kunnen worden. Absoluut. Nee, je kan hem altijd laten uitvloeien. Dat is ook wat wij de mensen wel een klein beetje leren. We zien toch wel dat er heel veel mensen echt puur gaan scalpen. En dan echt heel erg leunend op die indicatoren. Als ik moet kiezen tussen waar moet je de indicatoren gebruiken, gebruik je ze wel bij het scalptraden. Dat is iets makkelijker. Mm. Alleen, je moet nog wel steeds je bewust zijn van prijsactie. Want waar liggen de levels? Wat wil je wel verliezen? Wat wil je niet verliezen? Je kan niet alleen blind varen op indicatoren. Nee, zeker niet. Indicatoren zijn juist een extra toevoeging. Ja, ja. Een scalper die is gewoon tevreden als hij op een dag een aantal winstgevende trades draait. En meestal ga je dan kijken naar hoeveel wil ik per dag op mijn totale account erbij verdienen. Een paar procentjes. Ja, wat wel een nadeel is van een scalper ten opzichte van een swingtrader is omdat het toch vaak beginners zijn. Ja, die denken dat ze al echt winstgevend kunnen traden.
dat als ze verliezende trades maken, dan bij een swing trade niet op de juiste manier. Nee, als jij een swing trader bent en jij hebt 10 trades per week of zo, ja, dan maak je verliezende trades, is jouw schade waarschijnlijk kleiner als dat jij 100 trades per dag draait. Gaat scopen, dan word je emotioneel, dan ga je misschien revenge training doen. Ja. We zien toch dat de mensen daar een klein beetje voorzichtig mee moeten zijn. Ja, en zeker als beginner, al heb je veel tijd, raden wij toch aan. Begin lekker met swing traden. Ja. Begin op de wat grotere tijd. Ja, het is makkelijker. Het zorgt voor meer rust, het zorgt voor meer overzicht. En uiteindelijk als dat helemaal onder de knie is, je voelt vanzelf wanneer je er klaar voor bent om scalp sessies te gaan proberen. Goed. Dan hebben we natuurlijk het laatste puntje en dat is gewoon het investeren, het kopen, het laten staan. En dat kan op basis van dollar cost average of wat jij erbij had gezet, Renko. Dat kan ook. Renko chart wordt er vaak voor gebruikt, maar dat komt een beetje meer traditioneel traden. Zorgt voor heel veel rust. Maar dat is wat simpeler. Ja, wat simpeler, wat makkelijker te overzien. Dus vooral voor een langere tijdsframe. Maar wat gewoon heel grappig is, investeren is ook gewoon een strategie. Dus gewoon iets kopen en iets vasthouden is ook een strategie. Moet je natuurlijk wel ook nog steeds je analyse maken. Het is niet dat je ook denkt, nou ja, hier voel ik me lekker bij, laat ik even een plukje daarvan kopen. Weet je, zo werkt het niet. We zien gewoon over de algemene trend, als jij een paar belangrijke coins had gekocht, multijaar, dat je er gewoon winst op had gemaakt. We zien gewoon dat meestal de hype projecten, de altcoins, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Had jij gewoon een basisportfolio samengesteld, zoals wij die vaak langs laten komen, waar het zwaartepunt toch wel een beetje op Bitcoin ligt, ja, dan maak je gewoon winst. Ja. En hoe je dat doet, in één keer een positie kopen, wij raden dan meestal de beginners aan om toch die dollar cost average te doen. Hebben we ook een hele mooie serie van, kan je ons letterlijk volgen? Ja, dat is eigenlijk de strategie voor de beginner. Dollar cost average gewoon. Ja, en we zien gewoon heel vaak mensen die twee maanden bezig zijn. Ja. En dan denken ze, oké, ik ben al gevorderd. Ik heb al die ervaring. Die heb je niet in 2 maanden, dat kan niet. Je kan je eigenlijk lekker voelen en het kan lekker gaan. En je hebt een paar lekkere trades misschien gemaakt. Maar die ervaring, ja, die komt echt met de jaren, zoals we zeggen. Dat is ook gewoon echt dat zo. Is ook zo. En zorg er echt voor dat je bij één ding houdt. Als je aan het swing traden bent en aan het scalpen tegelijk. Terwijl je net 2 maanden bezig bent. Je gaat te veel dingen door elkaar halen en dan ga je fouten maken. Dan gaat het fout. Ben jij een investeerder en een holder en heb je absoluut geen kaas gegeten van technische analyse. Maar je denkt wel altijd, oh, als ik nou dit had gedaan, had ik toch even een aardige swing meegepakt. Oh, had ik maar. Ja. En dan ga je toch dingen proberen, terwijl je helemaal geen technische kennis hebt. Hou het dan ook lekker bij dat investeren. Hou het lekker bij het holden. Als het niet je ding is, tuurlijk kan het je ding worden. Ga je er dan eerst in verdiepen. Maar ga niet denken, oké, ik ben nu investeerder. Ik ga nu even een trade maken. Zorg wel dat je weet waar je mee bezig bent. En hou je gewoon aan je plan. Ik denk dat het belangrijkste devies is. Absoluut. Goed. Vond je het weer een leuke video? Abonneer sowieso op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op de duim en op het belletje. Krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. En onderaan deze video vind je alle linkjes terug naar dopey.nl. Voor onze merchandise. Dopeycash.nl voor platinum en 1-op-1 info. En alle andere links staan uiteraard ook onder deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Laters.